Ja. Eén scenario. Nog één ding aan het beeld wat je veel, steeds zag. Je zag het net ook voorbij komen. Hè. Het moment dat Clinton aan het woord was, stond Trump daar heel dicht achter. Of, ja. Die liep er vaak ook achteraan. Hoe zien jullie dat? Was dat, ja, dat was een beetje eng. Kijk, ik vond het gewoon boquito. Maar het had wel effect, want ik hoorde eigenlijk niet zo goed meer wat zij te vertellen had. Want ik zat steeds naar die rare man te kijken. Is dit bewust of is het wat hier gebeurt? Ik denk dat hij bewust niet wilde zitten. Hij heeft nooit gezeten. Zij ging wel zo nu dan zitten. Een soort die enge clown. En het was allemaal om hem. Het was bijna alsof het debat er niet meer toe deed. Omdat hij zo moest terugkomen van die video. Waar hij zoveel over had uit te leggen. En dat deed hij dan in het begin. Heel matig, heel schamel, heel benepen. Locker room. De locker room talk, zei hij. Kleedkamer praten. Toch praten we in de kleedkamer. Ik weet niet of jij in de kleedkamers... Dat weet ik niet of dat dan dit werd gezegd. Maar hoe zit dat? Is dat kleedkamerpraat? Nou ja, die man die kan je toch niet zo serieus... Kan je niet in de kleedkamer hebben? Nee, zo gek is hij dat hij niet eens in de kleedkamer mag. Die kleedkamer kwam hij dus niet in, maar daar deed hij het mee af. En dat was heel matig. En toen gingen ze snel door. En dan inderdaad komt hij terug met... Ja, maar Bill Clinton, dat was daden en niet alleen woorden. Nog één ding wil ik nog wel een beetje op tafel leggen, want we moeten ergens door. Maar nog één ding, hij heeft ook tegen Hillary Clinton gezegd... Oké, als ik president was, dan zou ik een officier opdracht geven om jou te vervolgen. En dan zou ik je eigenlijk... Wil ik je in de gevangenis. Daar is heel veel ophef over in de Verenigde Staten. Kan je aangeven waarom er zoveel ophef is? Ja, dat is gewoon nog nooit vertoond. Dat je iemand in een live debat zegt... Luister maar, als ik aan de macht kom... Dat is derde wereld dictator gedrag. Van, oh ja, maar dan mijn tegenstander die zet ik dan meteen achter de tralies. En zijn familie laat ik verdwijnen of die vluchten naar weet ik veel waar. Dat is gewoon zijn instinct. Het werd weer heel duidelijk wie die was. Dat zei ze heel mooi. It's who he is. Hij praat zo, hij wil mij achter de tralies als hij aan de macht komt. Maar dit is Amerika. Er is nog wel een rechter met een zwarte habijt aan die moet beslissen of ik wel... Weet je wel, hij gaat voorbij aan alle regels. Dat vonden we heel lang heel leuk, maar nu komt het allemaal wel heel dichtbij, tot in de slaapkamer. En nu denken we, dit gaat wel heel erg ver.